Oké, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video gaan we op zoek naar Gran El Maya. Of nou ja, we gaan eigenlijk terug, want ik heb één ding aan jullie niet laten zien. En dat is dat ik ongeveer 5 maanden geleden ook al op zoek was naar Gran El Maya. Alleen toen zag ik een baby van Gran El Maya. Ja, ik zou hier even wat shots laten zien. Oké, mensen, ik heb vandaag mijn vrije dag mee even genomen, maar ik wou toch even iets aan jullie laten zien. Tenminste, ik weet niet of ik het upload. En wacht eens even. Dit meen je niet. Hallo, kleine. Maar voordat ik jullie ga laten zien, mensen, like even allemaal deze video. En abonneer zeker dikke naar mijn belletje aan. Anders is er een grote kans dat Gran El Maya achter jou aanzet. Dat weet ik echt niet, hè, mensen. 3, 2, 1. Oké, ik hoop dat het gelukt is, mensen. Wij gaan nu even terug naar Gran El Maya om te kijken hoe het met hem gaat. Maar laten we eerst even wat beelden laten zien, want ik heb hem al een keer ontmoet. Wat is jouw naam? Oh, Mentai, je bent zo schattig. Oh, kijk eens, mensen. Oh, ik zie hoe let ik Mentai. Ja, tenminste, ik weet hoe ik het ga noemen. Ja, ik zei het over Mentai, maar omdat je een beetje Mentai lijkt, ja, je lijkt op een Pokémon, maar je bent, ik weet niet precies wat voor iemand je bent, maar ik noem het bij deze Mankey. Dus dat wordt je nieuwe naam. Mankey. Oh, ik zou je zo graag naar huis willen nemen. Oh, ik zweer het je, Mentai, of ja, Mankey. Ik wil hem zo graag naar huis nemen. Mankey. Ja, jonge man, het is niet toegestaan om Mankey mee te nemen naar huis. Maar hoezo mag ik je niet meenemen dan? Het is de onbekend duursoort. Ik weet niet hoe oud je wordt, ik weet niet hoe groot je wordt en waarom mag het niet? Oké. Het is waar niet dat je mee naar huis neemt. Mocht ik achterkomen dat je wel hebt gedaan, heb je echt een heel groot probleem en moet ik het opmelden aan de politie. Ja, dat zal dan wel. Oké, ik moet het dus met rust laten. Hey Mankey, ik kom wel een keer terug, ja? Oké, mensen, ik denk dat het hoogste tijd is om vandoor te gaan. Ik heb dus net Mankey gezien. Oh, ik vind het zo schattig. Ik weet echt niet wat ik van me denken, maar dit is echt niet verwacht. Oh, ik straal helemaal niet te hebben gezien. Precies, en het was echt zo schattig. En er is alleen één klein probleempje, want ik heb ergens toch wel een beetje spijt van. En dat is dat ik eigenlijk nooit meer ben teruggekeerd naar Gran El Maya. Ik had gewoon moeten terugkeren. Ik bedoel me weer een keer een waarschuwing van iemand, zeg maar. Ik ga niet zeggen van wie, maar iemand die zeg maar het gebied beschermt. En die zei tegen mij dat ik beter het gebied met rust moet laten. En vooral Gran El Maya of de zeedingen die hier leven. Of zeedieren, het zijn niet eens zeedieren. Dus ik had het gedaan. Alleen ik heb er een beetje spijt van, want die was zo schattig. Ja, jullie zagen het waarschijnlijk net ook al in de video. En dan zie je dit. Ik kan er echt niet met mijn hoofd bij. Weet je, ik hoop dat alles goed gaat. Ik heb maar wat eten meegenomen. Zijn favoriete gerecht. Ook dat kan ik niet zomaar laten zien, zeg maar. Maar weet je, even kijken of het misschien in de mood is om te spelen. Laten we even kijken wat Mankey gaat. Voor de mensen die willen weten. Ik heb hem letterlijk Mankey genoemd. Ik heb het waarschijnlijk ook al laten zien in een video. Of zei dat ook alweer dat hij Mankey heette? Denk het wel. Maar Mankey lijkt een beetje heel erg op Mentai, zeg maar. Dus niet Mentai, maar Mentai van Pokémon. Ik laat hier even een foto zien, mensen. Want jullie weten waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Maar we zijn dus bijna aangekomen bij het water. Het ziet er voor mij een beetje troebel uit. Tenminste, ik weet niet zeker, maar. Ja, dat is vorige keer ook trouwens. Was het net zo troebel als nu. Maar ik ga eens even kijken hoe mijn Mentai gaat. Oké, guys. Ja, het is toch wel relatief laag. Maar het ziet er troebeliger uit dan ik dacht. Want zoals jullie kunnen zien, mensen. Dit is gewoon letterlijk de plek waar we het over hebben. Ik hoop echt dat alles oké gaat. Oké, Mentai. Ben je er nog? Mentai. Oké, ik had het moment dat ik tevoorschijn kom, maar alsjeblieft, Mentai, kom. Ik ben helemaal speciaal voor jou teruggekomen. Ik wou weten hoe het met jou ging. Kom op, kom terug alsjeblieft. Mentai, ik zweer het je, kom. Oh, ik hoop het echt. Ik maak me wel een beetje zorgen dat hij niet gaat komen zometeen, maar alsjeblieft, Mentai. Ik heb op je gewacht. Mentai! Oh, man. Mentai, ik heb iets voor je meegenomen. Oké, en ik zie Mentai letterlijk niet terugkomen. Dit is echt gewoon foute boel. Ik dacht dat alles oké was, dat ik onder controle had, maar... Wat moet ik doen? Weet je, ik denk dat ik verder het bos in moet gaan en kijken of misschien iemand iets over Mentai weet. Want er zijn mensen die echt in het bos leven of misschien... Ja, ik weet niet, maar we moeten gewoon even kijken. Oké, guys, ik had even mijn telefoon net even weggedaan en ik kreeg dus net een berichtje binnen van de boswachter. Ja, ik kan wel even laten zien wat er staat. Maar dit wordt dus letterlijk gezegd. Goed dat je niet meer teruggekomen bent. Mankey is toch geen lievertje geweest. Die kijkt niet eens naar je om. Dus dit kreeg dus net door van de boswachter. Ik bedoel van, hoezo nou weer? Ik bedoel, oké, die is niet teruggekomen. Maar misschien was Mankey niet, misschien ligt hij wel te slapen. Ik bedoel, als je verder het water in gaat, het is best wel diep water. Dus kun je nou alsjeblieft ervoor ophouden met judgen? Oh, die boswachter, ik snap er gewoon letterlijk helemaal niks van. Je had best wel even gewoon naar me toe kunnen komen. Maar nee, in plaats van dat, ik weet het niet. Maar kom op man, Mankey had gewoon naar mij toe kunnen komen. Maar misschien is er wel iets, maar oké, ik begrijp niet helemaal wat hij bedoelt. Weet je, laat ik even een bericht terugsturen. Ik heb het volgende maar even geantwoord, dat ik dacht, ja, ik moest even een bericht terugsturen. En ik zei dus namelijk dit tegen hem. Huh, waar heb jij tevredensnaam over? Mankey heb ik inderdaad niet gezien, maar kom aan zeg. Het is niet dat het geen lievertje is. Ja, ik bedoel me weer, oké, ik heb Mankey niet gezien. Dat is punt 1. Maar maakt hem gelijk een duivel? Maakt hem gelijk een monster? Nee. Ik bedoel, ja, misschien ligt hij echt goed te slapen, weet je. Ik kan ook niet boos om worden dat ik hem niet tegen ben gekomen. Tuurlijk had ik hem het liefst graag tegengekomen, hè? Maar nee, ik kom dit keer helemaal niet tegen. En ik zeg graag, ik bedoel graag. Ja, ik weet niet. Ik kom niet echt meer lekker in mijn woorden, omdat ik toch wel een beetje gespannen situatie voel. Laten we van de andere kant van het water kijken of misschien Mankey kan vinden. Maar ja, dan moet ik even gewoon kijken of dat wel zo is, ja of nee. Want ik vind het wel een beetje een raar verhaal, maar kom op Mankey. Kom eens een keer boven water. Letterlijk. Maar zit hier echt in dat onder water. Ja, dat is wel een beetje het ding. Maar dat maakt hem niet geen lieve. Echt niet. Oké, en terwijl ik de camera net even wegdeed, heb ik dus weer een reactie gehad van de boswachter. En de boswachter zegt letterlijk dit tegen mij. Dan heb jij veel gemist de afgelopen tijd. Ik vind alleen de manier van praten dat hij niet echt bepaald professioneel naar me overkomt. Maar weet je, het zal me oké zijn. Goed, laten we gewoon even lekker verder gaan kijken. Ik denk dat het wel een goed idee is. Maar ja, Menka of Mentai of Mankey. Ik zeg altijd Mentai, ik weet niet. Maar dan komt dat hij een beetje mijn Mentai lijkt, daarom. Maar goed, ik word dus gebeld door de boswachter. Dit is zijn telefoonnummer. Mensen, vinden jullie trouwens Mentai een leuke naam? Of ja, ik bedoel Mankey, ja of nee? Mankey, leuke naam? Goed, laten we dit opnemen. Hallo, je spreekt met Delano.
Hallo Delano, je spreekt met de boswachter. Zeg, begrijp je nou echt niet wat ik bedoel met dat hele bericht? Ik bedoel, het is levensgevaarlijk. Zeg het nou eens. Nee, ik begrijp inderdaad niet helemaal wat je bedoelt. Kijk, weet je, je zegt inderdaad over dat er iets meer is met Menki. Maar vertel. Luister, die vis is echt super mega groot geworden. Begrijp je dat nou echt niet? Dat is levensgevaarlijk, gast. Oké, hij is groot geworden, maar dat gebeurt toch? Ik bedoel, vissen worden uiteindelijk groot. In dit geval Mentaik ook, of Menki. Je begrijpt het niet. Ja, oké, vissen worden groot, maar dit is echt een monster of een reus voor een vis geworden, gast. Hoe bedoel je, dat is een reus geworden? Dat is toch niet erg? Ik bedoel, ja, oké, zijn lengte is anders, maar hoe die, zeg maar, zo warm het is en hard verwarmd naar mij toe kwam, dat is niet anders. Het liefst had ik hem mee willen nemen naar huis in mijn vijver. Maar ja, ik heb geen vijver. Volgens mij neem je mij niet serieus, maar denk je maar niet dat hij grappig bent, want geloof me, die past niet eens in je vijver. Ben je gekkie hoofd of zo, of waar? Hoezo past hij niet in mijn vijver? Oké, wat is erop? Oké, vertel. Ik begrijp het niet helemaal. Je wil het gewoon niet begrijpen, dat ding letter jukkel van het is worden. Echt waar, maar geloof me nou alsjeblieft. Hoezo wil ik dat niet begrijpen? Doe niet zo geheimzinnig, kom op, vertel. Ik weet dat het gaat goed weten, maar luister, neem maar advies alsjeblieft aan. Doe het voor jezelf, wees goed veilig, maar doe dit, weet. Oké, ja, ik wil het inderdaad graag weten. Weet je, dan ga ik gewoon lekker zelf kijken. Oké, eerst mocht ik niet meenemen van de boswachter en nu moet ik zelf gaan kijken. Ik vind het een beetje heel raar, maar ik geloof er niet heel veel. Weet je, we gaan even naar het water toe en ga ik even kijken hoe Mentaik er eventueel uit gaat zien. Maar, I don't know, of ik bedoel Menki. Ik hoop dat Menki wel echt, zeg maar, oké is, maar we gaan het meemaken. Alright, we komen dus weer aan bij de ene strandje, of ja, bij dat kleine haventje tussen haakjes. En hier zou het dan ergens moeten zijn. Oké, ik ben benieuwd of Menki er is. Menki, kom maar tevoorschijn. Oké, ik weet niet, maar Menki, kom aan. Ik heb je gemist. Kom even boven water alsjeblieft. Oké, ik zie dus geen Menki boven water komen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar Menki zou normaal gesproken moeten komen. Menki! Menki, ben jij dat? Menki, ben jij dat? Menki, alsjeblieft, kom even boven water, kom tevoorschijn. Ik heb iets voor je gehaald, ik heb iets lekkers voor je meegenomen. Oké, misschien moet ik een tak in het water gooien. Misschien wil Menki wel spelen. Oké, Menki, als je wil spelen, hier. Pak het, pak de tak. En... ik weet niet wat voor grond het is, maar dat kan toch niet anders zijn? Dat kan toch geen Menki zijn? Kom op, Menki is veel kleiner dan dat. Oké, ik weet niet wat er aan de hand is, mensen, maar laten we even verder gaan kijken. Ik vind het wel een beetje apart. Misschien zit er wel een krokodil in of zo. Ik hoop niet dat ik een krokodil heb gegooid, want anders heb ik wel een probleem. En toch blijf ik het maar raar vinden. Ik bedoel, Menki, het is een beetje geheimzinnig of zo. En ik word weer gebeld. Oké, laten we eens even opnemen. Laten we even kijken wat hij te zeggen heeft. Hallo, ik spreek weer met Delano. Ja, Delano, ik spreek met de boswachter. Geloven u eindelijk dat geluid of niet soms? Ja, ik weet tot dus wel dat ik met de boswachter spreek. Maar goed, vertel op. Wat wil je nou weer tegen mij zeggen? Joh, dat gebeurt, want ik zag letterlijk dat er gebeurde. Was ik zag hem staan. Ja, ik hoorde inderdaad een gebrul uit het water. Hoezo? Heb je dan echt niet door wie dat is? Kom op, ben je hem echt zo dom? Ben je hem zo dom als vark of wat? Kom op, zeg. Je weet wie dat is. Nee, ik heb geen idee wie dat is, maar ik geloof niet dat dat Menki is. Hoezo? Ja, geloof toch niet, hè? Oké, ik ga je één ding zeggen. Ik kan je bijna garanderen dat dat Menki is. Ik vind het echt dom. Hoe weet je dan weer dat dat Menki is? Even serieus. En oké, er komt iets uit. Wat? De riolering begint weer te lopen. Wat? Daar zou misschien een paar Menki kunnen zijn, maar in ieder geval, gast, omdat Menki zoveel water produceert, zou best wel in je leven kunnen zijn, ja of niet soms? Menki, hè? Oké, nou ja, in ieder geval, jij zegt dat Menki, ik geloof helemaal niks van. Die tak die ik gooide, die kwam op een krokodil of zo, of niet? Ben je echt zo dom? Doe je zo dom? Even één ding voor de buitenkant, er zijn hier geen krokodillen, dus hou op. Oh nee, er zijn maar geen krokodillen hier, maar wat zwemt er dan wel? Eén kleine tip voor jou, ik zou als excuus jou eens even heel goed het water kijken wat er zijn, want ja, je kunt best wel zien hoor. Oké, ik zal eens goed kijken het water, want... luister, ik weet waar ik over praat. Ik heb Menki nog voor het laatst gezien, het is helemaal niet lang geleden, geloof me gewoon. Wacht, je hebt Menki gewoon gezien? Oké, nou ja, als jij het zegt. Oké, de boswachter zegt dus dat hij Menki heeft gezien. Wat? Oké, ik begin echt raarder en gekker te worden, beginnen te vinden. Maar oké, er is gewoon letterlijk een poort. Laten we door de poort heen lopen. Ik denk dat het wel een leuk idee is. Ik weet niet wie het heeft gemaakt, maar creatief. SO naar jou als je dit hebt gemaakt. Leuk idee. Wat dat betekent dat ik nu in de dimensie van Menki ben. Oké, Menki, kom eens tevoorschijn. Menki! Huh? Oké, Menki, wat is er bij jou gebeurd? Oké, misschien toch moeten luisteren. Oké, dames en heren, ik zit gewoon letterlijk achter Menki. Menki, nee. Ik heb dus een bericht gestuurd naar de boswachter, want ik voelde me toch wel een beetje schuldig nog. En ik zei, hey meneer de boswachter, ik wil mijn excuses maken voor gisteren dat ik je niet geloofd heb. Echt sorry hiervoor. Dat is wat ik tegen de boswachter zei, maar je hebt het waarschijnlijk zelf ook al gezien. Ik kreeg dus vandaag ook een bericht van de boswachter, wel een beetje aan de late kant. Ik had liever gehad dat hij eerder reageerde, maar wel belangrijke informatie om even te vermelden. En hij zei tegen mij dit. Hoi Delano, bedankt voor je excuus en sorry voor mijn late reactie. Maar ik zit ernaast. Gren Amaya, zo heet het zeemonster. Is een andere. De kleine
Mankey was er slecht aan toe. Dus Mankey is klein gebleven en nog geen monster geworden. Dus sorry voor de desinformatie. Ik vind het wel netjes dat hij even zijn excuus aanbiedt. Ik was natuurlijk naar huis gegaan uiteindelijk gisteren. Want ik dacht, ja, dat is echt een reuze Grenamaya. Maar blijkbaar is het een andere Grenamaya. Oftewel, misschien de moeder of zo, misschien de vader. Want die baby is nog steeds daar zo. En ik wil toch echt weten of die baby er nog is en dat allemaal goed gaat. Want ik hoor wel dat hij slecht aan toe is. Misschien wordt hij beschermd door de grote Grenamaya of misschien helemaal niet. Ik betwijfel het, want hij zei wel dat hij er slecht aan toe was. Zou gewoon de grote Grenamaya niet de kleine hebben aangevallen? Ik weet het niet. Weet je, laten we terug gaan keren. Ik maak me toch wel een beetje zorgen om Mankey. En ik heb eigenlijk wel spijt dat ik nooit meer ben teruggekeerd. Ja, blijkbaar is Mankey nog echt gewoon Mankey gebleven. Waarom heb ik dat ook gewoon gedaan? Het is echt gewoon stom geweest. En waarom dacht ik gisteren gewoon letterlijk dat Mankey een grote zeemonster is geworden? Het is toch niet realistisch om te denken dat hij in 5 maanden tijd van zo'n baby tot echt een joekel van een vis uitgroeit? Dat kan toch niet? Tenminste, je zou toch niet denken dat dat kan? Nou ja, ik dacht het even op dit moment van wel. Beetje dom, maar weet je, laten we gewoon kijken. Oké, guys, ik denk dat het de hoogste tijd is om lekker Mankey op te zoeken. En als het goed is, zit hij hier ergens in het water. Tenminste, ik denk het maar. Maar laten we even gaan kijken. Want als het goed is, zou Mankey daar ergens in moeten zitten. Ik weet niet of het natuurlijk zo is, maar laten we proberen Mankey even op te roepen. Ik denk dat dat een goed idee is. Tot nu toe is Mankey nog nergens te bekennen. Maar als ik even aan de overkant kijk, volgens mij zit Mankey daar ergens of zo. Wacht, dan moet ik even kijken of Mankey daar letterlijk zit. Want hier is hij niet. Hij zit ook niet in het water hier. En ja, er zit ook gewoon mensen op dit moment hier. Dus ik denk sowieso dat Mankey niet tevoorschijn komt als andere mensen zijn. Tenzij er iemand alleen is. Ja, maar dan zou ook iemand anders tevoorschijn komen. Ik bedoel, het water is wel heel erg hel, dus ik kan gewoon dingen zien. Maar ja, ik weet niet of Mankey mij ook kan zien. Maar Mankey gaat nooit op deze manier tevoorschijn komen. Dus laten we even omheen lopen. En misschien dat ik Mankey ergens daar tegen kan komen. Misschien ligt hij ergens daar droger of zo. Weet jij het? Want blijkbaar is hij nog best klein gebleven. Oké, weet je, ik heb het idee dat ik nu even een soort van alleen ben. Ik word een tak afbreken, maar dat is dan ook eventjes. Maar weet je, dat maakt niet uit. Ik ga dus Mankey opzoeken. En Mankey zat dus zeg maar bij. Ik weet waar die honger wel is. Volgens mij is hij gewoon letterlijk ergens opgedroogd. Oh man, dat is echt foute boel. Maar ja, ik moet ook zeggen, het is vrij droog hier. En Mankey kan niet echt vrij rond bewegen, lijkt het wel. Maar Mankey is nog door niemand gespot. Alleen ik hoorde alles oké is met baby Mankey. Want ik zweer het je, de eerste keer dat ik hem zag was echt gewoon heel leuk. Echt schattig en zo. En ik wil niet dat de tweede keer verpest wordt omdat hij zich niet goed voelt. Maar ja, helaas ziet er wel een beetje naar uit dat het nu aan het gebeuren is. Maar weet je, we gaan ons best doen. We gaan gewoon Mankey proberen op te zoeken. En misschien te redden uit dit water. Want grote Ken en Maya mag niet door hebben dat ik hem meeneem. Dit zijn ook wel precies dingen die ik bedoel. Want het is allemaal echt uitgedroogd en zo. En het is echt droog tot het einde van dit. Ja, dan weet je eigenlijk wel, Mankey zou je gewoon niet meer tussen kunnen zitten. Want als het goed is, het baby Mankey ook wel een paar keer door de rivier in gaan en zo. Of dat hij überhaupt stroomde. En nu is dat helemaal niet meer zo. Ik snap echt helemaal niks van. Maar laten we even kijken. Ik moet baby Mankey proberen mee te nemen. Ik moet hem proberen te redden. Want ja, Sea Life gaat natuurlijk ook verder. Misschien is het leuk om Mankey. Of ja, goed idee om Mankey ergens bij de zee te halen. Ik weet niet. Maar als we hem ergens bij de zee achterlaten, dan zal Mankey ook wel weer veilig zijn. Want hij hoort niet in zoet water te zwemmen. Bij grote Grenamaya is het wel een beetje te laat. Die hoort hier ook niet te zijn. Oké, guys, het is echt gewoon foute boel. Want ik zie gewoon letterlijk Mankey staan. Oh my god. En het is een beetje wankelig hier. Maar no way, guys. Ik zie Mankey gewoon letterlijk op de grond liggen. Oké, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon mee moet nemen. En ik weet het. Het klinkt een beetje raar om een heel zeeding mee te nemen. Maar mensen, als jullie goed kijken op de grond, Mankey ligt daar. Dus ja, dit is gewoon überhaupt foute boel. Het is gewoon helemaal uitgedroogd, helemaal opgedroogd. Ja, je weet het ook wel als zeemonsters daar toevallig een keer langs zwemmen en het water trekt in een keer weg. Dan ligt hij dan op de droger. Misschien was er een slaapgeval hier op de grond. En dan dit? Ik zeg maar één ding. We moeten Mankey meenemen, helpen. Oké, lieve mensen, ik ben nog steeds hier aan het lopen. En ja, mijn haar zit echt niet goed op dit moment. En ik heb een Mankey rond bij. Oh, hij zit gewoon letterlijk aan mijn rug gezogen. Ja, die kans is vastklemmen. En ik denk dat de goede idee is dat we Mankey gewoon weer terug in de zee. Oh, is heel erg verkouden. Oh, nee, is niet best. Maar, oh, ik word gebeld door de boswachter. Ik weet niet wat de boswachter zegt, heeft, maar laten we even opnemen. Hallo, je spreekt met Delano. Hey Delano, luister, je spreekt met mij. Heb jij soms Mankey al gevonden? En waar is Mankey op dit moment? Want ik kan nergens vinden. Ik ben aan het kijken. Ja, ik heb Mankey op mijn rug. Hoezo? Oei, nou ja, ik meen dat die mama van Mankey heel erg onrustig is. Dus ja, ik denk even iets kan doen. Maar misschien wel handig dat je Mankey even terug gaat brengen. Huh? Maar ik bedoel, die mama van. Is dat echt mama's van Mankey of niet? Want Mankey lag op de droger. Ja, maar dat betekent niet dat je Mankey zomaar mee kan nemen. Hè? Dus ja, nogmaals, doe dat even. Oké, maar wilt mama Mankey graag terug hebben of juist niet? Ja, ik denk het wel. Maar ja, ik weet zelf ook niet precies waar de mama van Mankey is. Want die mama van Mankey zo ook nog helemaal komen. Oké, ga ik regelen. Nou ja, oké, blijven we mama van Mankey die terug hebben. Dus weet je, laten we Mankey terug in het water leggen. Oké, guys, we zijn dus weer bij het water aangekomen. En ik denk dat de hoogste tijd is om Mankey er even in te leggen. Oké, guys, en hier is dus het water. En ik denk dat het een goed idee is om Mankey er even in gaan leggen. Dus weet je wat, laten we het even doen. Hey Mankey, ik weet het, het gaat je goed kleintje. Dus laten we Mankey even in het water leggen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Hey Mankey, ik zie je later. Het is wel echt een emotioneel moment om even te zien dat Mankey gewoon letterlijk aan het wegzwemmen is, maar it's all good. Oké, ik hoop echt dat alles goed komt met Mankey. Hij zit nu in het water, dus ja, weet je, laten we even afwachten hoe het allemaal gaat, want hij lag niet voor niks op de droger. Maar ik weet niet of het een slim idee is geweest. Ik denk dat ik wat, ik hoor muziek, wat is dat? Ik weet het niet, maar laten we gewoon even kijken en ik ben echt gewoon helemaal in shock. Ik bedoel maar weer dat Mankey gewoon op de droger lag. Ik hoop echt dat hij nog tot leven komt, dat hij bijkomt en oh my god, ik word gebeld door de boswachter. Wacht, laat ik deze even opnemen. Hallo, je spreekt met Delano? Hallo, je spreekt met de boswachter. Hey, luister, waar heb je Mankey in de licht gelaten? Want ik zie jij
je Menkie weer bij hebt. Ik heb Menkie weer terug in het water gelegd. Hoezo? In het water. Dat ene water waar je Menkie hebt gevonden. Of niet, Sos? Hé, hey, luister eraan. Oh, ik wil even zeker weten. Ja, klopt. Dat ene water waar hij toen net ook lag. Of tenminste, waar hij 5 maanden geleden ook was. Hoezo? Gaf, waarom heb je toch gedaan? En waarom heb je toevallig daarmee gelet? Oké, dat hij bij zijn man moet betekenen dat hij daar is. Wacht, hoezo word je boos op mij? Ik bedoel, ik moest op Menkie het water leggen, zei je? In het water, niet in dat water bij het dom of zo. Hoezo niet in dat water? Kom op, Menkie is daar veel te oud voor. Snap je dat niet of zo? Gast, er moet even een maalbeentje, jongen. Oké, dat Menkie misschien wat te klein daarvoor is. Of ja, tenminste te groot misschien zelfs. Oké, maar tot daar en toe. Maar die wil toch juist bij zijn eigen moeder zijn? Ja, in een abonneertje. En die moeder van Menkie kan ook een zeg maar, manier vinden om in een andere water te komen. Ben je echt zo achterlijk, jongen? Wat begrijp ik daar niet aan? Ik bedoel, ja, ik weet dat Menkie echt wel bij zijn eigen moeder wil zijn. Die wil echt niet ineens nu gewoon bij mij of ergens gewoon random zitten. Dus nee. Oké, zelf de vader maar dan zeggen. Ik denk dat het een beetje onvaardig is voor Menkie. Want ik weet niet of die moeder of ja, tenminste, ik weet niet überhaupt of de moeder van Menkie is. Dus vandaar dat ik op tegen jou zeg. Haal die Menkie daar weg. Is het gevaarlijk? Hoezo? Maar hè? Die is gewoon. Oké, okay, ik snap het niet. Die is gewoon bij zijn eigen moeder. Maar hoezo is het dan gevaarlijk voor Menkie? Ja, omdat die moeder, zeg maar, tussen haakjes niet spoort. Ben je. Oh my god. Ja, sorry hoor. Oh my god, dat meen ik. Dus die moeder spoort niet, zeg je. Maar wat moet ik dan doen? Ik bedoel, Menkie zit er al in. Ja, loop maar gewoon terug en hou Menkie maar even op. Want hij heeft niks te zoeken in het water. Alsjeblieft, zeg. Oké, okay, is goed. Ik zou dus toch weer moeten teruglopen. Oh man, wat heb ik gedaan? Ik heb Menkie goed teruggelegd in de watertor. Dat moest toch? En ineens moet ik hem daar weg komen halen. Ik vind het echt een heel raar verhaal dit. Maar weet je, laten we gewoon even kijken. En ik denk dat dat een goed idee is. En ik heb overal lelijk zonlicht. Zonlicht is vaak echt super lelijk licht in mijn gezicht. Ja, voor jullie is ook minder leuk om te kijken. Maar laten we Menkie er even uithalen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Plan is veranderd. Laten we Menkie hier even het water uithalen. Want hij zit sowieso hier ergens in. En ik denk dat het handig is dat Menkie er gewoon even veilig en zorgvuldig uithalen. Dus ja, hey Menkie, ik kom je halen. Oké, okay, Menkie zit dus hier ergens in het water. Dat zou wel moeten eigenlijk. Dus laten we gewoon even goed gaan kijken. Oh my god, het is wel heel glad hier zo. Menkie! Oké, dus hier zou hij dus ergens moeten zijn in dit water. Maar waar eigenlijk op dit moment? Ik zie nog nergens. Menkie, kom tevoorschijn. Ik zie Menkie tot nu toe nog helemaal nergens. Maar laten we gewoon even goed kijken. Menkie! Ja, het water is wel echt gewoon heel erg helder. En ik hoorde al zo keken met Menkie. Ik hoor je. Menkie, waar ben je? Oké, Menkie moet even tevoorschijn komen. Ik zweer het je. Menkie! Het feit dat ik hem hoor is een goed teken. Ik hoop dat hij echt naar me toe gezwommen komt. Oh my god. Weet je, laten we even kijken of we Menkie ergens mee naartoe kunnen nemen. En wacht voor mij. Ik zie hem in de verte ergens, lijkt het wel. Of, oh nee. Ik hoop dat het wel echt Menkie is. Ik zweer het je, man. En wacht, ik zie er wel iemand boven komen. Dit is Menkie niet. Oké, weet je, laat hem heel snel weggaan hier. Oké, guys, dit is echt een foute boel. Die Menkie, wat is iemand anders? Wacht, dit is gewoon letterlijk Grenamaya. Ik dacht echt dat ik Menkie hoorde. Dan zit ik er toch weer naast. Oké, we moeten proberen Menkie mee te nemen. Want Grenamaya is al letterlijk gezien. Maar we moeten Menkie redden. We moeten niet Grenamaya meenemen. Als ik dat doe, dan gaat helemaal fout aflopen. Wacht, ik ga denk ik even bellen. Want ik moet wel even weten wat er met Menkie moet gebeuren. Ja, dit is natuurlijk foute boel. En oké, ik word gebeld. Wacht, ik heb mijn camera licht even een beetje goed zetten. Want dan kun je ook een beetje meekijken. En ja, laten we dit even opnemen. Oké, je spreekt met Delano. Oké, Delano. Heb je Menkie al gevonden? Zo ja, neem die alsjeblieft meteen mee. Dat was ik ook voor plan om Menkie mee te nemen. Maar moet ik hem naartoe meenemen dan, als ik vragen mag? Ja, weet ik veel. Gewoon ergens denken of zo. Misschien in zeewater, misschien in zoutwater. Maar niet in zo'n klein lelijk meertje die al mijn uitverdoofd. Dus kom op, zeg. Oké, maar wat is ergens? Kun je me even iets meer specifieke informatie geven erover? Want ik moet een zeker ergens mee naartoe nemen. Maar waar eigenlijk? En in ieder geval uit het bosgebied. En misschien zelfs het liefst nog in de zee, want daar is hij een stuk fijner voor, Benk. Uit het bosgebied. Oké, ga ik regelen. Alleen, ja, nogmaals, ik wil even echt weten waar. Want ja, Menkie is wel echt een gevaar. En het kan niet zo zijn dat ik Menkie gewoon hier echt in het midden van nowhere laat slingen. Breng Menkie terug naar de zee. Ik denk dat dat misschien een beetje verdedigt. Weet je, want dat is waar hij vandaan komt. Terug naar de zee, zeg je? Oké, ga ik doen. Weet je wat ik ga doen, mensen? Ik ga Menkie eruit halen. Ik ga het heel stiekem doen. Want Grenamaya is nu weer vertrokken. Shh. En ik moet even kijken, want ik hoop dat ik Menkie tegengekomen, mensen. Oké, daar gaan we dan. Hey Menkie! Ik ben er weer. Menkie! Menkie, Menkie! Ah, ik hoor hem. Menkie, kom maar. Ja, kom maar naar mij toe. Menkie, Menkie! Oké, kleintje, ik ga je even mooi meenemen. Goed, ik heb Menkie even opgepakt. Ik heb even mijn rug zetten. En ik denk dat het de hoogste tijd is om Menkie ergens mee naartoe te nemen. Goed, we hebben Menkie te pakken gehad. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video, mensen. Like even deze video, abonneer de kanaal en belletje aan. Zie ik jou later terug bij een nieuwe video. Adios.